Curcumine komt van Curcuma longa, plant die groeit in de Zuidoost-Aziatische landen en in India. Het wordt meestal als specerij gebruikt, maar er is meer aan curcuma. In feite is curcuma een effectief voedingssupplement dat dankzij de vele voordelen voor de gezondheid steeds meer aandacht krijgt. Volgens veel studies heeft curcumine significante effecten op de hersenen en het lichaam. Dat is zo dankzij de ontgiftende, ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen. In feite kan slechts een kleine hoeveelheid curcumine water, slechts 1 theelepel, een positieve invloed hebben op de algehele gezondheid. Lees verder, voor meer informatie. 6 voordelen van curcumine water. 1. Verbeterde spijsvertering. Dagelijkse consumptie van curcumine voorkomt ontsteking van het spijsverteringskanaal, verlicht gas en een opgeblazen gevoel en stimuleert de galblaas. Mensen met een galblaasaandoening mogen echter niet dagelijks curcumine water gebruiken, omdat dit tot overstimulatie kan leiden. 2. Verzacht symptomen van artritis. Curcumine water helpt chronische ontstekingen te bestrijden en helpt pijn te verminderen. Bovendien is het geweldige na curcumine het feit dat er geen bijwerkingen zijn. Alles wat u eigenlijk hoeft te doen, is het toevoegen aan uw gebruikelijke dieet. 3. Verbetert de levensduur en vertraagt veroudering. Ontstekingen en vrije radicalen worden verondersteld een prominente rol te spelen als het gaat om veroudering. Het goede is dat curcumine beide beïnvloedt. Bovendien verbetert curcumine dankzij de vele andere gezondheidsvoordelen ook de levensduur. 4. Bestrijdt ontsteking. Er wordt gezegd dat de actieve stof van curcuma curcumine een krachtig ontstekingsremmende stof is. In feite komt curcumine water overeen met de effectiviteit van veel beschikbare ontstekingsremmende geneesmiddelen. 5. Beschermt het hart. De werkzame stof van curcuma curcumine heeft voordelen voor het hart. Het kan bijvoorbeeld de opeenhoping van plaak in de slagaders verwijderen, bloedstolling voorkomen en slechte, dit wil zeggen LDL cholesterol, verminderen. 6. Beschermt de hersenen. Cognitieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en dementie zijn gewoonlijk verbonden met verlaagde niveaus van BDNF, dit wil zeggen van de hersenen afgeleide neurotrofe factor. Dit is eigenlijk een soort groeihormoon. Volgens de onderzoekers heeft curcumine een positieve invloed op de BDNF-niveaus en kan ze veel hersenaandoeningen en achteruitgang van de hersenfuncties met betrekking tot leeftijd uitstellen.